What's up guys, welkom back to my channel. Vandaag is weer een hele leuke dag voor een hele leuke vlog. Vandaag is donderdag en het is total lockdown, we mogen niet over straat. Ik ga jullie vandaag meenemen in wat wij gaan doen. Vandaag is also cooking with Kay and the fam. Enjoy the vlog. Dag ma. Dag Kay. Wat ga je koken vandaag? Habani. Habani maken en gestoofde kip. Is dat hele kip? Helaas niet. Het zijn bootjes. Oh, oké. Okay. Maar kan het altijd als ik al heb gestoofd bakken. Hè? Want ik weet dat je niet van bootjes houdt. Maar we hebben vandaag even geen keus. Is we koken wat er is. Wat er is. En dat okay. Heb ik jullie altijd geleerd. Wat er is. En daarmee gaan we dingen doen. Okidoki, dingen. Dingen. Voor je eigenlijk Javaanse gerechten zijn eigenlijk de basic dingen. Dit heb je nodig: Laos eieren, knoflook en salamblad. Dat zijn die basic dingen hoor. Voor bijna alle gerechten wat te maken heeft: Javaanse gerechten, Indische gerechten, heb je meestal Laos en dingen nodig: Laos, salamblad. Soms heb je citroengras nodig, soms heb je pandanblad nodig, maar die twee dingen hebben we vandaag niet nodig. Wat we vandaag nodig hebben zijn Laos en salamblad. Ja. Dus ik ga even de kip eerst koken. En iedereen doet het op zijn eigen manier hoor, dit is hoe ik het maak. We gaan eerst die Laos, uien en knoflook bakken, ja? Ja. Oh. Zo guys, en nu gaan wij bami maken. Dit is voor die bami. Uien, knoflook en laos. Wanneer je olie al heet is. De pan is al heet. Dan ga je nu je laos zetten. Je laos even bakken. En nu je uien en knoflook. Nesto is bezig met die stofzuiger hoor. Het gaat een beetje lawaai, luid zijn. Dan gaan we even bakken. Ondertussen is zie die kip, dat kippetje zo eruit. Dat kippetje. Ja, er komt vanzelf water. Er komt vanzelf water. Mijn moeder heeft geen water gezet. Oké, als je gaat nu twee maggi blokjes zetten als je uien knoflook al een beetje is gebakken. Dit is 250 gram bami hoor. En vandaag koken we 250 gram bami. Beetje ajinomoto, optioneel. Zwarte peper. En zout. Oh, heel zout. Niet te veel. Ik koek eigenlijk vrijwillig. Mijn moeder zet ook suiker in haar baan. Suiker. En nu ketchup. Bijna hetzelfde hoe je kip maakt. Ik ga wel een beetje water erin zetten. We gaan nu een beetje water zetten. Waarom? Zodat al die specerijen straks echt opgenomen wordt in je gekookte bami. Mm. Niet te veel. Kijk, het moet zo sausig zijn.
Want wanneer het zo sausig is, dan ga je zelf merken dat het helemaal wordt opgenomen in je baan. Die saus. Heb je dan een veel betere smaak. En niet alleen just oppervlakkig, maar de hele, hele baan. Ik ga onze baan zetten. We gaan het dan draaien met twee vorken. We gaan het verbrand bij die kip. Die kip. Maar laat niet vallen hoor, die heb ik opgeruimd gisteren. Ja, ik weet, die jongen is zo mooi. Ik mag bijna niet koken in de keuken. Hij wil het gewoon zo laten, dan hoe dan? Zodra hij heeft opgeruimd, mogen we bijna de keuken niet betreden. Voilà. Gaan we dan goed draaien. Alles moet saus krijgen. Yes. En dan gaan we hem bakken. Ja, wanneer je een beetje water zet, dus echt saus, dan zie je dat je bami eigenlijk is helemaal, die saus helemaal opgenomen wordt in je bami. Dan voel je wanneer je het eet, dat de smaak niet alleen oppervlakkig is, maar de hele bami eigenlijk. Tot binnen. Oké. Dus dit gaan we dan even een paar minuten laten, zodat het vocht helemaal wordt opgenomen. Zo, ik denk dat onze bami al klaar is. We hebben het al een paar minuten op spaar gezet. Vocht is al helemaal opgenomen. Kijk, hier zit hem. Helemaal. Dus dan is dit al klaar. Het enige wat nog moet komen is soepgroente. Helaas hebben we dat ook niet. Maar niet erg. Want hier in huis houden ze ook niet van soepgroente. Dus dat gaan ze helemaal niet missen. En wanneer we klaar zijn met dit, die bami. Bij elke bami gerecht hoort ook een bami sambal. Dat gaan we ook maken. Ja? We gaan niet zoveel peper maken, sambal. We hebben, jullie hebben gisteren een pakje peper. Hoeveel was dit, joh? 15 SRD voor 2, 4, 6, 8 pepers. Ik zal hiermee die bami sambal maken. Wat ik doe, ik kook hem eerst uit. Als hij zacht wordt, ga ik hem stampen. En dan, gaan we jullie dan wijzen hoe we dan verder die sambal gaan prepareren. Nesto is bezig de kamer op te ruimen. Vandaag is hij ook vrij. Vanes, wat doe je? Hier was echt stappig, hè? En wie schuld is dat? Ik weet niet, stof. Oké hoor. Succes met het opruimen. Heb je camera opgeruimd? Oh, hij heeft al netjes opgeruimd. Good job. Wees een thumbs up nou. Hey. Wat doe je? Je speelt dingen. Ik kijk naar wat. Nom nom. Is dat mooi? Is nom nom mooi? Thumbs up. Wees thumbs up. Wees thumbs up nou. Wat doe je, pa? Vanaf speel je letterlijk. Dievet heeft echt mooi opgeruimd gisteren. Nesto is bezig. Kleren, want er is geen plaats buiten. En erf is nog steeds netjes droog. De kip is al klaar. Die voor lekkere dikke saus. Want Kelly houdt ervan om bami met veel saus. Men noemt het een, hoe noemen ze? Natte bami? Ja, natte bami. Natte bami of in elk geval. Het heeft saus. Kijk. Ja. Dus dit is ook al klaar. Het wachten is nu even op die sambal. Dit gaan we even snel maken. Gaan jullie ook zien. Maar kip is al klaar. Bami is al klaar. Dit zijn de ingrediënten om jouw sambal te maken. Ik zie tomaten, laos, knoflook en uien. Mijn moeder heeft die. Ha ha ha!
Oké. Er is nog op vuur. Kunnen we gewoon genoeg olie erin zetten. Oké. En al die ingrediënten, wat je zo even hebt gezien, gewoon alles erin. Alles mixen. Ook een magie erin. Oh, ik. Oh, niet van deze kleine magie. Alles mixen. Mooi. En alles mixen. Zo. Natuurlijk weer een beetje zout erin. Kijk. Wat je ook zegt is... ook tomatenpuree. Zo die mooie rode plek. Die suiker denk ik niet voor de tomaten. En dit is zo. Dan moet je gewoon op spaar zetten. Zodat het mooi glazig is. Dan is de sambal klaar. Dit gaat nog even een tijdje duren. Maar we laten hem gewoon even op spaar. Okay. Als hij klaar is, dan ga ik jullie wezen. En zo ziet dan jouw bami sambal eruit. Zo, lieve mensen. Kijk, zo ziet mijn bami eruit. Er is geen groente, maar niet erg. Zoals ik heb aangegeven, we koken wat we thuis hebben. En dit is het geworden vandaag. Ik ga nu lekker eten. Yes! En ook ik ga eten, guys. Ik heb mijn kip gebakken, zoals jullie hier zien. Want ik, hou niet, ik ben geen fan van gestoofde Amerikaanse bootjes. Dus dan bak ik ze. En veel saus en peper. Yummy! Wat eten jullie vandaag? Zo so guys, ik ga mijn lekkere vettige bami eten. Dus gisteren ben ik naar woensdag, maandag, woensdag en vrijdag mag je naar de winkel gaan toch? En dan ben ik naar de winkel geweest en guess what? Nergens was er cola. Nergens, het was zo broeien, mijn god. Maar ja, ik heb Pepsi gevonden. Dus echt laatste, weet je, die Pepsi is boos op me. Anyways, ik heb Pepsi gevonden, dus ik ga dit drinken. Ik heb gegeten. Brandy heeft gegeten. Kijk, zijn mond is vettig. Is het lekker? Lekker? Wie verkoopt? Oma. Is het lekker, ne? Ben je houd van Bami, toch? Ben je houd van Bami? Is die 1 liter Pepsi? Er was nergens cola, want ik heb gehoord dat er schaarste aan suiker. Erg hoor, maar goed. Cola is ook niet goed, water is beter. Oké. Okay. Anyways, wat gaan jullie vandaag eten? Ik had jullie al gevraagd. No? Ik heb mijn kip gebakken. Want, dus als ik hou niet zoveel van bami, maar bami van mijn moeder. Bami en nasi van mijn moeder, boy. Yum. Smakelijk eten, gaan we even lekker eten, ja? Na het eten ga ik naar Lizzie McGuire, de movie kijken. Het is echt een oude film. Like, ik weet niet hoeveel jaartjes geleden, maar het is echt oud. Like 18 jaartjes geleden. Lindsay. Nee, het is geen Lindsay Lohan. Hoe heet ze? Hilary Duff. Ik hou van Hilary Duff. Nesto en Brandon spelen. Wat? Minecraft. Oeh. Een mooie huisje bouwen, hè, Brand? Ik heb haar gebouwd. Oeh, zo mooi. En ik maak een kamer van Nestor. Wat maak je? Een kamer van Nestor deze. Good job. Ik ga film kijken, pa. Een slaapverwekkende film, zegt hij. Slaapverwekkende.
God. Zodra ik leg, kom je met de telefoon. Ga weg, ma. Wat doe je, ma? Ik ben weer met je telefoon bezig. Ik heb mijn werk al gedaan. Je hebt al gegeten. Toch? Ik heb al gekookt, dus... Oké, bye. Yes, guys. Valt niet echt veel te doen. Ik heb al gegeten. Lekker bij mij gegeten. Mijn buik is echt vol. Ik heb vandaag een TikTokje gemaakt. Gepost. Ja, er valt niet veel te doen. We hebben haar opgeruimd. Tief heeft het merendeels gisteren opgeruimd. Heeft keuken en balkon opgeruimd. Echt flink. Nesto is de kamer opgeruimd. Mama heeft al gekookt. Ja, nu is iedereen in zijn of haar kamer. Deze kuffin. Mijn oma. Mijn wijlen oma zat in een rolstoel. En die rolstoel waar je zit is een beetje... Het is hol toch, naar binnen. Dus je zakt naar binnen. En ze zat altijd op een kussen en hierop zat ze. Ik weet niet wat het is geweest, maar it's something to remember by echt. Dit was letterlijk, ze zat letterlijk erop de hele tijd. En ook dat op de laatste, de laatste keer zat ze ook hierop, dacht ik. En sindsdien is het gewoon thuis bij ons en mijn moeder het gewassen. Nou, I'm a cherish it. Ja, dus ik lig nu in een hangmat. Onze oom heeft ons een hangmat standaard gegeven. No? En is handig. Zo, valt niet echt veel te doen. Dus nu gewoon chillen. Nesto draait muziek. Mijn moeder is bezig met de telefoon. Die heeft voor ons in de kamer, want ze had de les vandaag. Ja. Vertellen jullie wat jullie gaan doen tijdens de lockdown. En wees productief. Thank you for watching. Ik hoop dat jullie van de vlog hebben genoten. Ik ben er misschien morgen of overmorgen weer met een nieuwe Cooking with Kay and the Fam of vlog. Dus check it out. Like, comment, share, subscribe. I love you all.